De talkshow Khalid Sophie is omgedoopt tot Sophie Jeroen, nu de gevallen presentator Khalid Kassem gedwongen thuis zit, omdat men erachter is gekomen dat hij geen zuivere koffie is. Na de zomer is het de bedoeling dat de talkshow verhuist naar de late avond van NPO1, maar Jeroen Pauw heeft laten weten niet vast betrokken te willen blijven. Wie gaat er straks afwisselen met Sophie Hilbrand? Is Catherine Kel misschien al gepolst voor deze functie? Nee, zegt ze in gesprek met de story. Maar ik zou het zeker kunnen. Twee dagen per week is precies mooi. Wat houdt Catherine tegen? Ik weet niet of ik het zou willen. Van wat ik heb begrepen, is dat je als talkshow host bij BNNVARA niet alles mag vragen wat je wil. Het is inhoudelijk zo ongelooflijk partijdig. Ik vind dat dat niet kan. Je moet binnen de lijntjes kleuren, zeg maar. Sophie Jeroen is zo ongeveer helemaal gescript, al dus Catherine. Alles is voorgeproduceerd, het gaat precies zoals de redactie het wil. Dat weiger ik. Dat heb ik nog nooit gedaan en zal ik ook nooit doen. Dan is de rol van sidekick veel leuker, want dan kun je je er tegenaan bemoeien zoals jij dat wil. Waarom heeft Catherine eigenlijk geen eigen programma? Haar leeftijd, stelt ze, maar in mijn gezicht zullen ze niet zeggen dat ik te oud ben. Want dan discrimineren ze. Vindt de 77-jarige Catherine het aan het eind van haar leven niet jammer dat ze zo gepasseerd wordt? Ik heb de vraag wel eens gesteld waarom men denkt dat ik geen programma heb. Dan krijg ik een vaag antwoord dat ze niet weten of ik hun doelgroep aanspreek. Wat een onzin. Ze besluit: 'Het is jammer, maar niet frustrerend.' Want ik heb een heel leuk leven.